Je leert werken met een formule met gemengde celverwijzingen bij de voorwaardelijke opmaak. Het blad punten is actief. Je vindt hier de puntentotalen van een aantal studenten. Het is de bedoeling dat je de totalen in kolom F rood weergeeft, zolang niet alle resultaten zijn ingevoerd. Ook kolom G, waarbij een controle wordt uitgevoerd op de ingevulde trimesters, moet in dezelfde kleur worden weergegeven, zolang er geen drie ingevulde trimesters zijn. Selecteer het celbereik F4G14. Ga in het lint naar Start, Stijlen, Voorwaardelijke opmaak, Nieuwe regel. Kies de regel Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt. Geef de formule in. Dit is de formule voor de actieve cel, F4, van het geselecteerde celbereik. De celverwijzingen in de formule zijn gemengd. Het is noodzakelijk dat de kolommen uit het gecontroleerde celbereik absoluut zijn in de formule, omdat steeds het gebied CE zal onderzocht worden en de voorwaardelijke opmaak zich over meerdere kolommen zal uitspreiden, F en G. De rijen uit het gecontroleerde celbereik moeten kunnen variëren en zijn dus relatief gemaakt in de formule. Merk op, werk eventueel met het rechtstreeks selecteren van celverwijzingen en de F4-toets voor het omzetten naar gemengde verwijzingen. Klik op de knop Opmaak en kies in het dialoogvenster Cel-eigenschappen op het tabblad Lettertype voor donkerrood als kleur. Klik op OK. Bevestig de gemaakte regel door nogmaals op OK te klikken. Bekijk het resultaat.